Allemaal van harte welkom bij deze geweldige video. We zien hier Noordpolderzuil. En de rust wordt vertolkt door de gitaar van Klaas-Jan. En de kippen. Het was koud die dag in Noordpolderzuil. Zelfs de vrouwen droegen mutsen. Kijk, daar kom ik aanlopen. Zelden zoveel verschillende luchten gezien. Hier test ik wat instellingen van de camera. Leuk geluidseffect trouwens. Het is trouwens een opname van een vriend van mij, of goede kennis, met wie ik gitaar speel. Compositie, grotendeels van mij. Ik ben een beetje aan het scherpstellen. Trouwens, het huis daar, dat heet het Sielhoes. Daar kon je wat drinken normaliter. Maar heel vreemd was het dicht die dag. Terwijl het normaal, ja, op maandag open is. Normaal man. Man. U heeft mazzel dat u de wind niet hoort huilen. Het was echt niet normaal. Dit hamertje is normaliter alleen te bereiken als er sprake is van app. Van vloed moet ik zeggen. Natuurlijk niet van app. En het begint weer te sneeuwen in Noordpolderzuil. Maar goed, Edema die kwam later ook nog even langs. En dan maar richting de plek waar wij zitten. Zo, daar zijn we dan. Beste kijker, we zijn hier in het huisje. Hoe heet het huisje ook alweer? Voske. Het Voske. Het huisje heet het Voske. Ja, nou ja, wat ziet u? U ziet hier een tafel. Een hele boeiende tv. En het loopt hier een beetje schuin, lijkt het wel. Of houdt de camera niet goed? Dat kan ook. Nou, in ieder geval. Hier. Is het hele verhaal. En Igor, de hond. Dat is de hondenbeest. Nou, dat was het wel. We gaan zo eten. We hebben een kalkoen. Zelfgemaakte Thai Chiki saus. Idee van Edema. Sla. Druiven. Druiven zijn mijn idee. Hier ziet u een, wat het tekstje al zegt. Wandeling op de Wierde Kantens. Igor. Prachtige luchten.
De grap is hier ze betalen. Denk je? Ja. Het is hier ook. Oh! Stop! Dit is wat voor jou, Edema. We zien hier Klaas Edema, dames en heren. En we volgen nu zijn reactie op het volgende. Ik zag juist het woord sterrenwacht. Oh, wat leuk. Ja, leuk. Nou, daar, duidelijk. Is dat de sterrenwacht? Ja. Ik heb de beelden niet bewerkt in de zin van filters eroverheen gelegd die iets kunnen doen met de kleurstelling. Hier links onderin zien we een grapje wat ik ontdekte in de videobewerkingssoftware. Dat ik even wilde inbouwen. Dat je beelden in elkaar over kan laten lopen. Of nou ja, zoiets. Oeh, actie. Dit is het kerkje. Goh. Maar het is 4:07. Dus of mijn horloge loopt niet goed of het is 4:07. Ik denk dat het 4:07 is. Joh. Wereld TV. Hier zou dus een mooie audiotekst op zijn plaats zijn, maar die heb ik even niet voorradig. Ja, hier zien wij het besneeuwde land, een van de eerste dagen. Dit is een slecht gesneden compilatie beelden. Ook op de automatische piloot gedaan door mijn apparatuur. Ah, hier krijgen we weer wat actie. En een muziekje, dat ben ik. Test wat mogelijkheden. Dat kan allemaal met dit ding. Op afstand. De vierde kantens. Ja, je kon daar een man zien gieren. Ik dacht eerst dat er iets uitkwam, maar dat bleek toch niet datgene te zijn wat ik dacht dat het was. Want het rook nogal. Stront. Tijd bij de wandeling. Zo, als je bij Kantens daar liep, dan had je daar allemaal uitleggingen in de vorm van kloostermoppen. Bakstenen, zeg maar. Uitleggingen over de historie van de vierde Kantens. Er is toch nog heel wat over bekend. Het woord Romeinen kwam voorbij vliegen, herinner ik mij. Hier zien we ergens in de verte het huisje, het voske. Hier zien we de hond. En in de verte zagen we de stenen pijpen van de fabriek. Griekse salade. De bekende Griekse salade van Edema.
gain toch wel 1 uur. Ja, flink wat reverb, ook wel 2 uur. Butterdiep, boterdiep. Of, ja, tussen 1 en 2. Ja. Middelstum. Boterdiep. Tafel open, ja. Ruud van den Berg had nog een heel verhaal over boterdiep. Nou, nu komen de beelden van een vouwfiets die in Middelstum rondom de kerk zijn ding doet. Met de camera in de hand. Om de beeldstabilisatie te testen die erin zit. Kerkhofsweg. Ja, ook weer automatisch uitsnijden van het apparaat. Er lag gewoon een plat bodem in het loterdiep. De molen van Middelstum. Ja, hier willen ze €350.000 voor. Ligt aan de hoofdweg. Dat zag ik op Funda. Wie wil dat nou neerleggen? Wie wil er nu als accountantskantoor in Middelstum zitten? Tja. Een oude steen- en draineerbuizenfabriek. Zien we hier nog een pijp van. ERES, geloof ik. IRS. Nogmaals, boterdiep. Ja, er was een of andere aannemer. Die had in het boterdiep al het ijs kapot gevaren. Daar kreeg het waterschap allemaal telefoontjes over, vertelde Ruud. Luistert u vooral naar dit prachtige gitaarspel. Dan zeg ik het zo. U kent deze beelden. En nu zien wij de molen. Samen te koop staande raadhuis. Sneeuwklokjes die uit zijn gekomen. Oh, is die donker, ja. Mag even wat licht aan, ja. Nou, wat vond je ervan? Ja, ik vond het prachtig. Dat is mooi, hè? Ja. Goeie uitleg. Ja. Wat vond je van te eten? Dat hebben we vergeten. Ja, oh. Wat vond je van het eten vandaan? Hè? Ja, was goed te doen. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, ik weet ik, ja. Niet zo'n camera als je niet type, hè? Nee. Oh, nou ja, goed, we hebben allemaal wel eens. Even wat voor. Ja, ik weet niet of je dat zo moet noemen, maar die heeft mij dus behoorlijk van werk afgehouden. Anders had ik echt een lange vraag. Kijk.